gaat te komen. De standaard 2 liter finale. Jeroen Brijsma is vandaag herenmeester in de MR2. Is hij dan ook in de finale? That's the question. 4.56 op de tweede plaats. Adi Dromp en Appelka. Slump daarbij. 9-1. Wieger Slump uit Steek. Leider tot nu toe. In die punten. Brijsma, nu Lemmer. Jeroen. Gaat nummer 2 over. En dan met 4.56. Adi Dromp en Appelka. Daarachter is het Wieger Slump. En dan is het de 3.17 van Ronnie Kornhorn. En daarachter is de 5.61. F. de Paulusma. Zit erbij. En dan dus Piet van Rijzen, 8.42 uit Steek. Zo zijn de kaarten gegund. Finale tijd, standaard 2 liter. Jeroen Bruinsma aan de leiding. En dan dus Adi Dromp en Amelka, 4.56. Dan Pieter Slump. En dan Kornhorn en Paulusma in gevecht. Om de vierde plaats. Ronnie Kornhorn. En Efke Paulusma. Paulusma in de buiten, Kornhorn naar binnen. Paulusma buiten op. Hoi! Gaat net goed uit. Terug voor Paulusma, hij kan door. Efke Paulusma. Soeverein aan de leiding. Jeroen Bruinsma staat op de 200 uit Lemmer. En dan dus Adi Dromp de 4.56. En Appelka. En op de derde plaats. Cijfer nog niet weg. Pieter Slum. Gaat nu proberen binnen door. En dan dus Kornhorn en Paulusma. Spanning tot aan het einde. En dan de laatste Piet van Rijzen. De zoon van... Mem staat te kijken. Moeder staat te kijken. Van Rijzen bij Paulusma. En daar weer de leider over staat finish. Slumpt aan de tweede plaats. En aan de derde nu. Is het trots. Kornhorn en Paulusma. En dan Piet van Rijzen. Zo zijn ze in de finale. Komt die aan hoor. Jeroen Bruinsma uit Lemmer. Stap nummer 2 over. Dan Pieter Slump tegen de wind. Dan 4.56 aan die drop. Daar is die weer hoor. Pieter Slump pakt hem. Voor aan die drop. En dan voor de derde plaats is het Efke Paulusma op Kornhorn. Ronnie Kornhorn voor Efke Paulusma. En dan de Piet van Rijzen.